Herstelwerkzaamheden aan de deels ingestorte brug over de Martin Luther Kingweg starten spoedig. Ingaande gisteren, 12 september, heeft het ministerie van Openbare Werken een verbod opgelegd aan zwaar verkeer. En dit is het gevolg van schade aan het betonnen brugdek. Voertuigen met een gewicht zwaarder dan 5 ton worden niet toegelaten. De situatie rond de ingestorte brug op de Martin Luther Kingweg is ernstig en wordt als noodsituatie behandeld. Minister Riyad Noor Mohammed doet een dringend beroep op de weggebruikers, in het bijzonder de truckchauffeurs, om geduld te hebben en begrip te tonen tijdens de werkzaamheden die op korte termijn aanvangen. Het probleem blijkt vrij ernstig te zijn, waardoor we het probleem als een calamiteit gaan uitvoeren. Dat betekent dat vandaag of morgen zal de aannemer beginnen met de voorbereidingen voor onderzoek en uitvoering, herstel van het wegdek. Dus we doen een beroep op de truckhouders om even geduld te hebben. Binnenkort zullen de bouwwerkzaamheden aanvangen met betrekking tot die verzakking. Er is een grondig onderzoek gaande over het herstel van de brug. Dit kan tijdelijk leiden tot extra verkeershinder. Weggebruikers worden verzocht de aanwijzingen ter plaatse stip op te volgen.